Ik ben eigenlijk een van de personen die als het 83-jarige witte man eigenlijk niet te veel, niet divers genoeg ben, volgens de directeur. Jésus-Christ a choisi notre bienheureuse sœur. Santa Benedetta. Benedetta. Benedetta, we hebben er eigenlijk heel lang op moeten wachten. Eerst lag het aan Paul Verhoeven zelf, althans aan zijn gezondheid. Hij moest een heupoperatie ondergaan. Daar kwamen complicaties bij. Nou, toen was de film eigenlijk niet op tijd af om dat jaar in Cannes te gaan draaien. En vervolgens was hij geselecteerd voor het filmfestival van Cannes van 2020. En toen kwam corona en toen ging dat niet door. In de herstellingsperiode van de heupoperatie is er wat fouten begaan in Amerika. Dus dan ben ik meerdere operaties om het allemaal weer te herstellen. Maar dat is allemaal voorbij. Maar toen dat voorbij was, zat ik midden in de lockdown in Parijs en kon niet wegkomen. Dus het was eigenlijk een beetje sombere anderhalf jaar, zou ik zeggen. Maar dat is nu allemaal voorbij natuurlijk. Maar twee moeilijke jaren heet dat. Benedetta was de eerste film die voor Cannes werd geselecteerd in 2021. En uiteindelijk is hij dus deze zomer in première gegaan daar. En het is weer een echte Verhoeven met alle ingrediënten die je erbij kunt bedenken. Religie, seks, geweld en schaduwspelletjes om de macht. Ze waren eigenlijk toch wel verbaasd dat deze film bestond, ja, het publiek. Ja. Ik denk dat het blijkt dus bij het New York Film Festival, net vorige week, dat de mensen dat de eerste film zijn die de journalisten te zien kregen. En dat die allemaal zeer verrast waren. En het in feite een hele vrolijke film vonden. Ze moesten lachen. Oh, ja. Ja, ja, meer dan in Cannes. Je t'appelle comment? Sœur Benedetta, et toi? Bartholomea. Je vais y tomber. Sœur Benedetta? C'est Dieu qui a placé cette jeune fille sur ton chemin. Er was ophef bij Spetters, zeg, dat hou je niet voor mogelijk. En voor Turks Fruit, en Showgirls, en Starship Troopers. Er zijn er zoveel geweest dat ik eigenlijk denk, nou ja, het raakt me eigenlijk niet zo ontzettend. Als het zolang het maar niet gewelddadig wordt, niet meer. En dan ga je kijken naar Benedetta, en dan verwacht je toch wel dat er ook wel zo'n soort scène in zit. En die laat lang op zich wachten, maar die komt uiteindelijk wel. Benedetta is het verhaal over een non die intreedt in een Italiaans klooster. Die non wordt gespeeld door Virginie Efira. En ze treedt in een Italiaans klooster en ze zegt, ik heb allemaal visioenen. Ik heb visioenen van Jezus en Jezus wil mij als zijn bruid. En het zijn ook erotische visioenen. En ze lijkt er zelf in te geloven. Althans, ja, je weet het niet helemaal zeker. En ze wordt daar beroemd mee en ze krijgt er ook al heel veel macht mee. Ze wordt zelfs abdes in het klooster. Maar ze krijgt ook een relatie met een jongere non, gespeeld door Daphne Petacchia. En nou ja, die liefdescènes, dat is vintage Paul Verhoeven. En dan krijg je uiteindelijk een scène waarin de jongere non met een tot dildo omgesneden houten Maria-beeld haar geliefde bevredigt. Ce qui se passe ici est un blasphème. Ce qui compte, elles le savent déjà. Si cette sœur est coupable du blasphème dont vous l'accusez, elle ira au bûcher. Mais des accusations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. Is het nog misschien wel een terugkeer naar Nederland in de pijplijn? Nou ja, dat zou ik dolgraag doen als het filmfonds een beetje meehelpt. Maar je weet, ik ben eigenlijk een van de personen die als het 83-jarige witte man eigenlijk niet te veel, niet divers genoeg ben, volgens de directeur. We zijn eindelijk bezig met diversiteit, eindelijk. Dan kan je afvragen of zeg maar, die grotere filmmakers zoals dit daar de perfecte exponent van zijn en op het hoge bordes moeten worden gehezen. Of zijn de grote filmauteurs van deze tijd. Heb je ook Hans Steven gezien erover? Het Filmfonds is nu bezig met belangrijke zaken zoals representatie, diversiteit, gendergelijkheid en allemaal dat soort zaken, dat soort verheven idealistische zaken. Daar zijn ze mee bezig. Maar waar ze niet bezig mee zijn is talent, want dan zouden ze iemand als Paul Verhoeven koesteren. Dan zouden ze zeggen, we willen niks liever dan de nieuwe Paul Verhoeven ontdekken. Wat voor kleur die ook heeft, want dat maakt ons helemaal niet uit. Fantastisch. Het is zo goed dat hij het gedaan heeft. Ik ben zo lief ook dat hij het gedaan heeft. Dus dankjewel.